Waar staat Event 16 voor? Nou ja, Event 16 staat eigenlijk voor het brede palet aan bedrijven die super gepassioneerd met hun vak bezig zijn en die kwalitatieve diensten in de brede zin van het woord willen leveren. En wat wij proberen te doen, wij proberen de beste te zijn. Dat doen we al jaren. Wij proberen elk jaar een andere vorm te geven aan de omgeving en de beleving van de beurs. Wij proberen content en kennis toe te voegen. En daarnaast, en dat is heel normaal, is natuurlijk de beursvloer de vloer waar de markt plaatsvindt, waar de contacten met de opdrachtgevers en de toeleveranciers plaatsvindt. Ik vind dat wij de laatste jaren, en dat is de laatste 2, 3, 4 jaar, dat wij te weinig aandacht aan beleving hebben geschonken. Te weinig aandacht om de dood eenvoudige reden. Omdat wij vonden dat we heel veel aandacht aan kennis en content moesten geven. Maar daar is de keerzijde ook van. Dat die kennis en content super geschikt is om te delen met de bezoekers van de beurs event. Maar het moet wel op een evenwichtige manier gedeeld worden. Dus wij hebben in de entreehal een hele mooie omgeving waar kennis en content in tal van sessies mee te maken is. Maar we hebben dit jaar op de beursvloer, hebben wij ook de deelnemers een kapstok geboden. En dan kom ik ook terug op de aard van jouw vraag. Een kapstok hebben geboden om in 4-tal kwadranten te kijken waar zij met hun bedrijf op de beurs event, zeg maar, willen laten zien, in zo'n kwadrant willen laten zien waar zij voor staan en hoe zij daarmee omgaan. Dus we hebben een kwadrant sfeer en smaak, een kwadrant beeld en geluid, we hebben een kwadrant kennis en content en we hebben het vierde kwadrant is creatie en design. En die 4 kwadranten, daar kun je een keuze maken als standhouder. Als cateraar kun je bijvoorbeeld bij creatie en design gaan staan, maar je kunt ook bij sfeer en smaak gaan staan. En wat wij nu proberen, om op de juiste manier met onze deelnemers in gesprek te gaan, om te kijken waar zij op dat moment, de fase waar ze nu met het bedrijf in staan, waar ze bij willen horen. En op die manier aan de bezoekers laten zien dat je niet alleen maar met een stand op de beurs staat, of met een grote of een kleine stand, want dat maakt ons echt niet uit, maar dat je niet alleen met een stand op de beurs staat, maar dat je daarnaast ook nog in dat paviljoen, wat centraal in dat kwadrant gelegen is, een soort call of contribution hebben wij geplaatst de afgelopen maanden bij de bedrijven. En alsjeblieft, laat zien wat jij nog meer in huis hebt dan alleen maar daar aanwezig te zijn door middel van een stand. Want of je alleen maar op internet aanwezig bent, of dat je alleen maar op een beurs staat zonder die zaken daaromheen, nou ja, dat denk ik dat gaat in de toekomst wel echt veranderen. Ja.